Evert, vandaag voor het eerst die toernooi 4 wedstrijden. Ja. Maar hoe fucking saai waren die laatste twee? Ik heb ooit Slow TV gemaakt in mijn leven. Ik heb ooit Ruben van Gucht helemaal alleen de Ronde van Vlaanderen laten rijden. Wel, dat was spannender dan die laatste twee wedstrijden. Dat is voor discussie vatbaar. Maar wel twee keer twee wedstrijden op hetzelfde moment. Dat was mijn eerste keer. Ja, en je moet heel de tijd beginnen rekenen. Dus je hebt echt een rekenknobbel nodig om dan te weten wie tegen wie. En met die beste derders, die is heel ingewikkeld. Het vergt veel energie van de analisten. Komt daar dan de uitspraak, mathematisch kan het nog van zulke situaties? Bij elk land kan het nog. Ja. Mm-hmm. Wel, ja, dat is... Wel bij het verliezende land komt die quote vaak. Ja. Het is wel, ik moet wel zeggen, het dubbel scherm, het is wel goed voor iemand met ADHD. Ja, er valt altijd iets, als het spel stil ligt bij de ene, kijkt er naar de andere. Ja, je zat hier een beetje in zo'n sportsbar, gelijk dat je in Amerika veel hebt. Zo. Ik ging daar wel goed op, zo constant beweging. Maar ik heb ook ADHD, dus dat zal daar. Ja, er gebeurt nu wel op die twee schermen echt niks. Hè. Die wedstrijden zijn al beter winterbeelden opgezet of zo. Dat was iets spannender actie, geweest. Maar nooit iets gevonden of zo. Goed, jullie hebben ze al gehoord, maar onze gasten van vandaag zijn voetbalsupporters. En toch vooral bekend als de mannen van Bazaar. Welkom Mathieu en Simon. Yo. Dank je. Mathieu, uw middag begon met een teleurstelling. Het leek geen PlayStation te zijn. Ja, wel. Maar de vorige keer zijn we naar hier gelokt met een hele dag voetbal zien en een hele dag PlayStation spelen. En ik kwam hier toe en er was geen PlayStation. Dus ja, dat is een helft van de voorwaarden die niet aanwezig was. Hij was echt kwaad. Ik kan sambellen, dat kan niet. Hij heeft mij gebeld. Hij heeft die gebeld. En dan tweede teleurstelling, verliezen van Evert. Ja. Ook op een ADHD-manier. Ja. Voorkomen, dan weggeven. en dan alle lichten uit. Het was wel FIFA 17 of zo. Hè? FIFA 17 op een Nintendo 83. Ja. En Mathieu, we weten van Mid Mondial dat jij een keeper bent geweest. Ja. Maar we wisten niet dat jij ook al eens gekiept hebt in de Gelamco Arena. Oh. Ah, ja. Huh? Klopt. Dat klopt. Ik ben in shock nog. Is dat vodka trouwens? Ja. Ah, echt? Nee. Dat zijn shotjes. Dat was wel shotjes. Dat was wel goed gepakt, hè. Wat was dat? Kums? Dat was Kums. We hebben het van en Kums dingen, en Instagram. Kums en de Poitre. De Poitre. Maar ja. Die hadden wel de fem en trap. Ja, en ik moest elke keer als er een bal binnen moest, ik shotje doen. Was het onderdeel van zijn vrijgezellen. Van de vrijgezellen, inderdaad. Ah, oké. Okay. Ja. Want dat stond op Kums en Instagram. Ik dacht, stond dat op Kums en Instagram? Wat? Dat stond op de mijne. Wacht, ik ga dat nu checken. Nee, dat is op de mijne. Wat zou Kums en Kums en Instagram? Ja, inderdaad. En zo, ook zo de gefaalde penalty van een random dude in de goal. Nee, ik was daar redelijk trots op wel, ja. Absoluut. Dat snap ik. Ja. Je bent niet alleen keeper, maar je hebt ook een neus voor goals. Ja, ieder jaar als KDB is. Zalig dit. Dit is een bijeenschaar van... Kijk. Ik weet welke dat ik heb bedoeld. Chippuntertje. Ja. Hij had hem nog wel benadrukt. Maar heb je dan ook mijn goal die ik van KDB heb gekregen? Of nee, maar die hebben we in Mondial al laten zien. Ah, ja, ik had genoteerd, want ik wist niet, ik had het beeld nog niet gezien. Ik had genoteerd van een assist van Kevin naar een assist van Aster. Het gaat snel naar beneden, maar wel een knappe assist. Maar de assist van Aster was eerst. En KDB was later. Maar ik ben wel een van de enige stervelingen die niet met voetbal of niet in het voetbal zit, die kan zeggen dat hij een assist heeft gekregen van Kevin De Bruyne. Wauw. En dat neem ik mee in mijn graf. dat is gewoon, ja, dat pakt niemand mij nog af. Nee, volledig terecht. Ja, en van Aster en Zemana, ja, dat kan nog wel gebeuren, want we spelen nog wel eens voetbal af en toe. Voilà. Simon, jij bent supporter van Antwerp. Ja, klopt. Hoe fanatiek moeten we ons daar... Ik heb een abonnement, dus ik ga al elke thuismatch ga ik kijken. Oké. Okay. En Antwerp, dat is altijd wel al sinds jongs af aan dat het Antwerp is en niet Beerschot of zo.
Oké. Okay. Dus, en met een groep vrienden dat je gaat altijd? Of? Ik ga met de Kevin en een Erik eigenlijk. Oké. Okay. Altijd ja. al? Nee, ervoor was dat met andere vrienden van school en zo, maar nu ga ik met de Kevin en een Oké. Okay. Zal dat ook goed voetbal? Ja. Vroeger was dat nog ja, in het oud stadion, maar dat was... Dat was zalig eigenlijk. Ze gaan dat nu afbreken, hè. Naar de... Tribune 2. Ah, ja. Tribune 2, legendarisch, hè. Zelf ook gevoetbald? Ik heb ook gevoetbald, ja. Lang zelfs. 16 jaar, 17 jaar of zo. Oké. Okay. Ja. In Osmi, een katholiek ploegje. Ah, ja, ja. Maar dan daarna ben ik wel in Capelle gaan spelen. Dat is derde klas, denk ik. Ja. Check. Ik weet niet hoe dat maar jij was goed ook, hè. Sorry. Maar ik weet dat jij dat niet graag deed, want dat was juist de periode... Dat gaat opkomen met veel spelen en British Sound en zo. En het is uw eerste bandje. Nee, het spelen ze doen zo. Maar eigenlijk waren je wel goed. Ik was goed op jonge leeftijd, maar vanaf middelbare leeftijd dan begonnen ze wat tegen te andere steken. Interesses. Ja, en ik kreeg ook zo... Osgood Schlatter, ik weet niet, ze lag mij er altijd uit. Osgood Schlatter kreeg ik. Een knieaandoening. Een knieaandoening, okay. Ja. Ik had nog beide knieën. De naam van een voetballer die ik niet kende. Ja. Schlatter? Osgood Schlatter. Dat is een zeer bekende aandoening aan uw knieën. Dat klinkt zeer ernstig. Ja, dat was wel ernstig, vond ik. Amai. Ja. Osgood Schlatter. Dat is lang geleden dat ik dat woord nog heb. Dus ik moet dat hier even uitdroppen. Natuurlijk. Jullie zijn ook fan van de Rode Duivels? Absoluut. Gaan jullie veel zeker. Kijken? Ik ben kijk eens. Eigenlijk nog God. Niet veel gaan zien, eigenlijk. Nee, wij zijn... Wij hebben eigenlijk wat wij alle matchen... of de meest legendarische matchen, die tegen Japan en Brazilië ja, toen... Ja, groot WK, scherm. Dat was ja, op wel, groot scherm in Zuurmog en we gingen ook... Altijd naar daar. Ja. En de match dat we niet naar daar waren gegaan, lagen we eruit. Dus we zijn wel... We zijn nog nooit naar een match gaan kijken. Denk nee, ik denk het ook niet. Nee. Maar ik ben nu vrienden met Koen Kasteels sinds kort. Dit was de gelukkigste dag van Mathieu zijn leven. Ja, er is veel gebeurd van hij werd gevolgd door Koen Kasteels en we konden dat live meemaken hoe dat gebeurde. Dat was briljant. Ja, ik vind Koen Kasteels echt een verademing. Zeer goede bel. Eerst een wereldsafe en dan een assist. Ja, ik bedoel, hè, ik ben daar nu vrienden mee. En mega sympathiek. Hè. Een super simpel. En hij speelde ook mee bij Slovenië, denk ik. De nummer 9. Ja, dat was... Ja, ik heb nu twee vrienden tegelijk gemaakt. Ik heb eigenlijk twee vrienden. Het is altijd handig om vrienden te worden met lookalikes, want dan heb je er direct twee. En hij had ook uw reactie geliked, hè? Ja, maar dat blijkt dus niet echt te zijn, want Gilles van de productie hier... Die doet de Instagram-account van Koen Kasteels. Maar blijkbaar... Wauw. Die lijken enorm op elkaar, hè. Zie. Het zijn broers. Kasteels. Maar je mocht de kroon niet ontbloten, hè, Mathieu, wat betreft social media. Ah, toch? Nee. Ah, nee, zo. Dat weet ik knippen niet. We knippen dat eruit. Ah, dat is mooi. Dat is niet live. Bibi, ik moet u trouwens ook nog welkom heten. Dank u. Hallo. Welkom. Heb je al iets voor ons? Ja, eigenlijk wel. Speciaal voor onze gasten. Allee, eerder voor Mathieu. Omdat jij zo ook in het eetmilieu een beetje zit. Ja, ik weet niet of je het al gezien hebt, dat er zo wat food wars aan de gang zijn, dit EK. Ik heb er een fotootje van bij. Het is zo wat veel landen... Daag het andere land uit met ons eten is beter dan het andere. Ah, of ze breken spaghetti voor de ogen van de Italianen. Ja, van maar we gingen dat niet meer doen. Wel, Leroy heeft inderdaad gezegd, we zijn het beu. Maar ik heb beslist van, ik ga het toch nog eens doen, speciaal voor jou, Mathieu. Okay, dank dus je. Ik wou een bordje maken, want ik mag morgen gaan kijken naar de Duivels. Dus ik wou een bordje maken in dezelfde vibe. Okay. Dus ik heb dat gedaan, speciaal voor jou, met het oer-Belgisch eten. Crocs are better than. En dan wou ik graag Oekraïns eten, maar ik wist niet wat die eten. Is dat niet goulash? Nee, dat is honger. Borst. Ah, dat is honger. Nee, borst is Russisch. Oei, ja, dat is gevaarlijk. Ik wist het niet, ja. Dus ik heb dan gevraagd aan de Oekraïnse ambassade, van gebeld, gestuurd, van wat willen jullie, wat eten jullie? Ja. Maar ze hebben niet geantwoord. Ik ken dat ze dat niet echt als een prioriteit zien in Oekraïne. Nee, dat denk ik ook niet. Heel jammer, vind ik. Ja. Maar jij gaat dat bordjes dus ook... meepakken morgen? Ja. Dat heb je wel net gezegd. En dan, maar dan advocaat van de duivel. Dus Crocs is voor jou iets echt... Allee, los van het feit dat ik snap de link met mij, hè, dat snap ik dan. Maar dat, is dat iets Belgisch dan? Ja, toch? Vol-au-vent. Nee, ja, er zijn stoofvlees. Het is toch niet van een ander? Er is wel geen ander land dat Crocs kan claimen. Ja, in Nederland, tosti is alom tegenwoordig. En schinken kezentoast. Schinken kezentoast? Okay. Dus dat is bijna de Osgood Schlatter onder de broodjes. Oké, dan was het heel slecht natuurlijk. Nee, sorry. Nee, absoluut ik wil niet. Dat bord in beeld zien alleszins. Maar... Ja, ik ook wel. Ik zal mijn best doen. Voilà. Hebben jullie al veel wedstrijden van dit EK gezien? Volgen jullie het? Niet alles, maar ik heb er wel een paar gezien, ja. Ik heb ook al wel redelijk wat matchen gezien, eigenlijk. Het is op zich een goed EK, toch? Zeker. Zeer verrassend. Het is jammer om het nu te zeggen na de vorige matchen, maar... Veel aanvallende ploegen, veel... De matchen van 6 waren veel goals en dingen. En ik vind ook
Wat ik heel leuk iets vind in dit EK, is dat er weer van op afstand wordt geschoten. En heel veel mooie goals van op afstand worden gemaakt. Mm-hmm. Wat ik vond dat dat gelijk lang niet meer gebeurde. Maar het, naar het schijnt is die een bal heel uitnodigend om van ver te... Ja, hij zou weinig snelheid verliezen. Ja. Of hij zou, daardoor... hij zou vaart winnen vanaf het moment dat hij de voet verlaat. Oké. En dat, is wel elke bal. Nee, door het... dat is fysica. De... Hij heeft een specifieke manier van induiken, blijkbaar. Is dat? Waardoor hij terug bij het uitzetten extra snel de voet verlaat. Oh, wow. Okay. Zou een verklaring kunnen zijn. Oké. Okay. Dus dan zijn de schoten ook harder. Het probleem is, ik ben geen fysicus. Ik denk dat je dat daarvoor moet zijn om dat te weten. Dus we moeten dat wel eens laten onderzoeken. Ja. We hebben een sidekick. Fysica. Ik zat bijvoorbeeld in een Turks café en ik heb daar Turkije Georgië gezien. Dat is een van de mooiste matchen, denk ik. Dat was een onwaarschijnlijk zalige Jesus. Match. Ja, en als die een Arda Güler daar... Jongens. Ja. In de regen ook. Wow. Waanzinnig. Heel dat café werd helemaal gek. Maar ja, ook die Mulder, die eerste goal, dat was ook... Maar dat waren allemaal wereldschools. Ja, precies. En die Ginta zat goed. En dat was echt een match die ze allebei wilden winnen. En dat was, ik vond dat fantastisch. Vind ik ook wel dit EK. Klopt. Veel wereldschools al gezien, toch? Ja. Klopt. En heel veel eigen doelpunten ook. Zeven of zo. Ja, zeven. Ja. Jezus, joh. Vandaag nog een prachtige eigen goal gezien. Van Nederland, en ja. En die afgekeurd werd... Door het spel. Ook, ik heb daar een uitleg voor gevonden, omdat er heel veel van in de 16 wordt voorgezet, laag en hard. Dat is echt... Guardiola heeft dat er wel in gepompt, maar nu doen alle landen dat. Dus er komen heel veel ballen hard voor de goal. Maar in competities gebeuren er toch niet meer ongoals dan vroeger? Dat is nu ook toch een bekke toeval, nee? Vind ik dan spijtig als dat toeval zou zijn. Ja, sorry. Dat is een combinatie met dat ding van die bal en die fysica. En dan zijn we terug. Wij zitten hier om redenen te zoeken. Zwaar, het gelijk. Ja. Ze verdienen het niet om erover te praten, maar we moeten het erover hebben. Engeland, ja, die worden toch nooit Europees kampioen? Dat is gedaan, denk ik nu. Hè. Op deze manier. Ik denk dat vandaag de laatste kans was of zo, om te tonen van zit er nog iets in? Of, en komt er nog iets uit? Maar ik denk dat nu wel... Het enige wat je ze misschien kunt geven, is dat ze ook niet echt kwetsbaar lijken. Het is gewoon saai. Ja, en pas op, ik vind als ze van achteruit echt willen opbouwen met de bal, hebben ze toch al een paar fases gehad dat ze slecht inspelen. Een goed land pakt veel meer grote Absoluut. Kansen tegen dit Engeland. Hè. Ze hebben echt geluk gehad dat Slovenië het niet goed uitspeelde. Hè. Of ze hadden gewoon kunnen verliezen, denk ik. Dat tegen een Duitsland of een Spanje doet, zij de gezien voor de moeite. Zie je het ook aan de reactie van bijvoorbeeld een Rice, vorige match enorm veel armgebaren. Nu ook weer, hè? Met Foden, eerste helft. Echt ruzie, hè? Wederom Rice, die echt voelt van... Ik zou hier eigenlijk een matroon moeten zijn, maar het loopt echt niet. En dat zijn echt tekenen. En Southgate krijgt dat echt niet opgelost. En hij straalt dat ook niet uit. Nee. Die shots op de bank. Ja, sorry. Hij is een boekje aan het schrijven. Altijd op zijn papiertje. Maar hij verandert ook niet veel of zo. Hè? Nu één wijziging. Ja, en iedereen had er een beetje om geroepen, om die ene wijziging. En hij doet die dan. Ja... Maar is dat ook niet zo'n beetje de vloek van hun gouden generatie dan, zoals bij ons? Dat is gewoon super moeilijk om met zoveel individuele toppers. Maar wij hadden... denk je dat het dat is? Ik weet niet. Te veel sterren? Ik denk dat wel, ja. Maar wij hadden er discussie over, want ik zei, ze hebben nog wat hiaten in hun elftal. En jullie waren direct al, maar wauw. Kijk naar die basisopstelling. Die is toch goed genoeg? Op papier is dat toch wel... Allee, dat kan toch bijna niet anders. Dat als je al dat individuele talent samenstelt, dat daar toch... Beter is dan dat wat je ziet, toch meer? Allee, of flitsender, of, want die flitsen die ontbreken gewoon totaal. Ja, ik zag een stat tijdens de eerste helft. 73% balbezit, 0 attempts, 0 on target. Dat is wel, wat doet wel het dan? Dat is keihard. Hè? Dat is keihard. Ja. En wat dat mij, waar wat ik mij aan erger bij al dat... Ja. Nee, omdat het over die sterren gaat, ze worden toch niet geforceerd in andere posities? Op zich vind ik het een logische elftal. Ja, we hebben discussie over Foden dan. Ja. Ja, ik vind het zo'n schande om Foden links buiten te zetten? Na zo'n seizoen denk ik wel dat er iets wordt te zeggen valt om hem belangrijker te maken en Bellingham een rij achteruit te schuiven. Omdat Bellingham dat ook perfect kan, denk ik. Maar ja, ik denk dat je nu, als je Southgate bent, ook maar van alles gaat proberen. Dat is misschien ook niet slim. Wat ik mis, is druk vooruit. Goesting om de tegenstander te gaan vastzetten. Ja. Maar ze spelen ook wel altijd tegen heel verdedigende ploegen altijd. Hè. En daarvoor bewegen ze te weinig. Ze moeten echt gewoon super dynamisch spelen. Hè. En niemand loopt daar gewoon. Je moet keiveel lopen, dat een beetje opentrekken, denk ik. En... Ze hebben misschien te weinig aanvallende spelers, maar echt diepgang. Hè. Als je ziet, Kane is meermaals de bal op eigen helft komen opvragen. Gewoon, hè. Dat is even nummer 9 wel. Hè. Mm-hmm.
die bizarre linksbackpositie die hij soms komt innemen. Hè, want daar komt hij altijd de bal halen. Ja, dat vind ik bizar. Dat zou een briljante vondst kunnen zijn als er inderdaad snelle mannen in dat gat vooraan zouden duiken. Maar dat gebeurt echt niet. Dus misschien ja, snelheid zonder bal. Je hebt Bowen, je hebt Palmer. Palmer valt wel gebruik ze, in, vind ik. Watkins, ja. Gebruik ze, ja. Maar ook niet nee, waanzinnig nee, okay, of zo. Maar, nee, het is ja. Waar. Maar je kunt hem niks verwijten. Alles nee, vind ik echt niet. En ja, Meno was ook even, maar die werd dan ook wel onzichtbaar. Ik vond Palmer wel goed invallen eigenlijk. Ja. Ik weet het niet. En 90 minuten, plus 90 minuten, plus 45 minuten, om dan toch uiteindelijk Meno te laten invallen. Ja, heeft het zo lang geduurd om dat dan een kans te geven? Ik vind dat toch ook een fout van Southgate. Zouden die misschien te moe zijn? Van, van de competitie zwaar, ja, van een zwaar Premier League seizoen. Dat, sowieso, dat hangt sowieso wel in de kleren. Ja. Maar ja, dat KDB is topfit. Maar ja, die heeft geen heel seizoen. Hè. Die blessure is dat. Dat is een blessure, ja. Akanji, enorm indrukwekkend. Ruben Dias speelt ook heel goed. Oké, er zijn wel verdedigers misschien. Maar lijkt me geen excuus. Lijkt me net eerder dat je makkelijker, zelfs op 80-90% de Slovenië kan kapot spelen, omdat je een extreem hoog tempo gewoon bent. Het is ook tegen Slovenië, jongens. Ja, al wel. Allee, bedoel, als je... Ja, het is... Allee, met alle respect, want ze doen dat wel oké, maar als je dit tegen een... Ik zeg het, een Spanje of een Duitsland, ja, die worden gewoon ingemaakt, volgens mij. Zeker. En Filip Joos was in zijn commentaar ook bijna mee aan het... Ja, aan het spotten, aan het lachen. Hij zei van, ja, de opvallende Engelsman, let er allemaal op, is Pickford. Ja, omdat hij was omdat ook... hij in Oranje speelt. Hij was ook dingen aan het zoeken in die wedstrijd, omdat die Engelsen echt zo zwak zijn. En het is dus iedereen, heel Europa heeft het erover. Ja, dus, het internet is ook hard. Ik had deze meme gevonden. Engelsen op dit EK, iemand op mijn gewak wandelen is het liefste wat ik doe. Dat is denk ik, dat valt veel dat samen. Deze gast is ook een beetje hoe wij ons voelden, terwijl we naar zelfs twee matchen tegelijk aan het kijken waren. En, oh, dat is een foutje, maar uiteindelijk, welke ik wou tonen, is deze. Nee, deze man. Ah, dat is heel goed. Vandaag in het stadion, dat is hoe we ons allemaal voelden. Ja. Maar ik ben dat nu vergeten, maar is het altijd zo geweest onder Southgate, op grote toernooien? Ik kan me dat toch niet herinneren? Ze hebben nooit een mega referentiewedstrijd gehad. Hè? Dat het echt sprankelde, dat is er nog nooit geweest onder Southgate. En je voelt ook aan alles dat dit sowieso zijn laatste toernooi is. Ja. Ik heb een statistiek. Onder hem heeft Engeland 27 keer tegen een top-teamploeg gespeeld. En daarvan slechts 7 keer gewonnen. Ja, dat is... Zegt wel 27. 7 van de 27. Dan weet je dat je in de knockouts niet veel kans maakt. Hè? Toch niet om er 4 na elkaar te winnen. Dat gaat niet gebeuren. Allee... Ik verlies altijd weddenschappen, maar voor Engeland zou ik er nog eentje willen afsluiten. Die worden geen Europees kampioen, toch? Belangrijk moment. Sesko had moeten omhalen. Absoluut. Ik ben blij dat je erover begint. Het is het enige wat we genoteerd. In vorm moet dat altijd omhalen. Altijd. Dat moet je altijd normaal doen. Ja, akkoord. Hij staat helemaal alleen. Het is een schoolvoorbeeld van hup, het terugkoppen. Het spits alleen... Altijd. Uw inner Zlatan moet naar boven komen en je moet er los omhaal doen. En we zitten in Duitsland en het Duits voor omhaal is het mooiste voetbalwoord dat er is. Fallrückzieher. Sorry? Ja. Fallrückzieher. Fallrückzieher. Het is hier in Duitsland. Ja, dat is goed. Ja, zoek maar op, Sidekick. Ja, Allee, ik hoop dat het nu correct is. Hoe moet ik dat op intypen? Schrijf het dan. Ik moet bij Sesko altijd denken aan Cisco. Ken je de rapper nog? Van de Tang Song? Ik dacht Cisco Kiet. Ken je dat Cisco niet? Nee. Okay. Cisco was ook een voetballer, dat weet ik. Amai, okay. Ik ga dat ze niet opzetten, je gaat dat sowieso kennen. Wat vinden we van de shirts van Engeland? Wel vet. Ik vind die mooi, ja. De shirts van Engeland ook heel nice. En wij zijn allemaal in tweet, dus dat perfect gepast niet in deze dresscode. Ik vind misschien die van Frankrijk nog iets mooier, en Engeland op 2. Het is wel dezelfde stijl. Wit. Zo, ja, en een groot logo ook. Ja. Van Frankrijk. Waar is er gaande? Want ik heb zo wat dingen zien passeren, als we toch over shirts bezig zijn, met de shirts van de Duivels. Ik vind de shirts van de Duivels eigenlijk ook nog wel vet. Ja, die zijn allemaal zo nat, hè? Dat zo nat wordt. Dan neemt dat zweet heel hard op of zo. Het is bij meerdere shirts. Ja, ja bij ons is het wel echt opvallend. Ik heb een foto ervan en ik heb een artikel gelezen. Ja. Dat is echt niet normaal. Het is toevallig Lukaku die ik toon. Maar ik heb een artikel gelezen dat Adidas het wel... Dat die echt zo aangesproken zijn van... Waarom is dat zo? Yeah. En dat zij zeiden, we gaan er nog niks aan veranderen, want het is de stof, het is dat Bordeaux, het is hoeveel ze zweten. En er zijn nog truitjes van andere landen waar het ook zo bij is. Dat is toch wel eigenlijk raar, wordt dat dan niet getest of zo? Want er zijn toch vorige WK's en EK's dat truitjes scheuren en zo?
ballen die ontploffen. Maar ja, Lukaku zijn shirt ziet er wel bijna altijd zo uit. Ja, wel. Toch? En ik vind eigenlijk dat kleur wordt ook wel mooier als dat gezweet heeft. Dan wordt dat zo wat donkerder rood. Over vestimentaire dingen, ik ga gewoon... Ik hoor wat jij leidt. Wat is er met die gaten in die kousen aan die kuiten? En het is puur placebo. Ja, toch, denk ik ook. Het is zo. Wat? Het is een studie. Ik weet niet meer wie er geweest is. Het is geen kabeljauw of zo. Allee, ik bedoel... Dat is toch raar? Ik vind dat ook raar. Ja. Dat lijkt alleen, als het dan strakkere kousen zijn dan vroeger, maar dat is toch ook totaal niet? En het omgekeerde zou eigenlijk waar moeten zijn dat je net compressiekousen moet aandoen voor een betere bloedsomloop te krijgen. Want zo is het ontstaan ooit met kousen, volgens mij. Elke marathonloper koopt nu net mega dure kousen die strak zitten. En dan voetballers gaan ze beginnen opknippen. Maar ja, misschien is het dan ook meer een bijgeloof iets of zo. Of... Ja, kan ook. Lijk Leisters die knipte altijd een gat in zijn schoen aan zijn enkel om geen blijnen op te lopen. Dus ja, dat kan wel. Evert, wat moeten we nog weten van Denemarken-Servië? Wel, we kunnen dat uitgebreid gaan analyseren. Ik weet niet of dat zo interessant gaat zijn. Servië, de deconfiture van deze generatie. Denk, het was abominabel. Een do-or-die match voor hun. Zij moesten absoluut winnen. Het was verschrikkelijk slecht. Ze starten ook met wederom een volledig nieuwe voorlijn. Vlahovic werd nu geslachtofferd, Tadic terug naar de bank. Ze weten het daar niet meer. Milinkovic, Savic ook. Savic, bank. En op het einde begon Mitrovic ook gewoon penalties uit te zoeken. Ja, vanaf dat hij de 16-meterlijn zag, begon hij gewoon te springen en te duiken in de hoop. Hij zocht zelf wat contact. Hij lokte een vechtpartij uit in de hoop dat hij een slag zou terugkrijgen. Eigenlijk voetballend heel... Hebben ze sterke spelers, alleen van Kostic tot Mitrovic tot Milinkovic-Savic. Samardžić, die er vandaag op stond, echt een jonge, frisse, leuke voetballer. Maar die ploeg die was doods. Doods. Echt erg om naar te kijken. Ik denk dat ze na 75 minuten hadden ze een XG van 0,03, denk ik. Ja. Met die ploeg. Ja, die ploeg. En iets van Denemarken, dat moeten we weten. Ja, Skov Olsen en Dolberg kregen alweer minuten. Dus voor ons is dat wel interessant om te zien. Het is toch mooi, hè, samen in de spits. Dus niet het kan toch, hè? Verbindering, nationaal niveau. Ja, Bruggen en Anderlecht, het kan, hè, Sam. Ja. Ik vind dit het perfecte einde van deel 1. Ik kan er niet op reageren. Ja, is per... Oh, Potter! Binnen een goal, dat kan toch niet, man? Nu dit? Heb je de tweede lijn misschien eens? Nu dan? Ja! Mamma mia! Penalty! Voorleggen nu dat de paai zonder kijken. Mamma mia! Maar jongens, kom aan, speel dat uit. Op links. Tuurlijk! Ja, goede regels, jongen. Messi. Kom maar naar rechts. Wat doet er nu? Lewandowski, jongen! Met dat sprongetje altijd. Het loopt dus gewoon aan en trapt hij een bal binnen. Wel even rechtzetting. Die kom eens naar Ajax. Dat was sarcastisch. Dat is gemonteerd. Nu lijkt het of ik dat echt wil. Nou, dat is niet waar. Maar zou dat niet weg willen? Nee. Waarom niet? Game changer. Nee, moet voor mij niet. Nederland verloor van Oostenrijk. En het was opnieuw wel zeer teleurstellend. Ja, De analyse van Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart op Nederland was beenhard. En ook het interview met Koeman was hard vanuit Koeman zijn perspectief. Hij trok het heel hard op zijn eigen ploeg dat het echt niet goed liep. En dat is wel opvallend. Want op zich gaan ze nog altijd door. En Koeman viel wel een beetje zijn eigen ploeg aan. Je moet wel verder met elkaar. Maar het was echt niet goed. Ze liepen niet mee met hun man. Ze waren totaal niet balvast. Veerman werd na 30 minuten gewisseld. Oh, dat is ook wel triestig, hè? Ja, maar ik snapte het wel, want jij begreep het niet. Hè, van, ik vond het te snel. Ja. En toen was het 0-0 nog, denk ik. 0-0. Dus dan dacht ik, je kunt het nog wel op zijn beloop laten gaan en zich de kans geven om te herpakken. Maar toen wist ik de cijfers nog niet. Ik heb hier even een zeer korte wedstrijd natuurlijk. 55% van zijn balcontacten waren balverlies. 47% van zijn passes kwamen maar aan. Ja, dat is hard. Ja, die zien we ook niet meer terug, dit toernooi. Dat geloof ik niet. Nee, en ze alludeerden er ook op dat hij wel echt gebroken was in de kleedkamer. Hè, omdat ze hadden er veel meer van verwacht in Nederland van het duo Veerman-Schouten. Hij greep er ook naar terug vandaag en het liep echt niet. En dat moet wel hard zijn, want
het ging in Nederland altijd al over die keuzes in dat middenveld. Frenkie de Jong die er niet bij was. En op een gegeven moment zeiden ze zelfs, oh, het is zelfs goed dat Frenkie de Jong er niet bij is, want dan kunnen we Veerman en Schouten laten schitteren. En net daar klikt het echt niet, loopt het echt mis op dit niveau. Dus dat is wel hard. Het is wel alleen maar de Nederlandse arrogantie die dat kan zeggen, toch? Ja. Dat ontploft nu wel in hun gezicht, ook, die uitspraken. Er was een artikel op VI. Wat kan Toni Kroos dat Veerman niet kan, bijvoorbeeld? Ja, dat ontploft. Een volledige match op het veld mogen blijven staan. Ja, ik wil het echt niet erger maken, maar de beelden van Veerman zijn ook wel echt super zielig. Ja, het is wel erg. Oh. Ja, en die is dan nog voor een transfer aan het spelen. Hè? Ja. Ja, maar ik snap het wel. Ik had ook wel echt het gevoel, terwijl ik keek, van ik denk dat ik ook nog wel op het EK kan shotten. Oh. Het is het allerergste wat je als voetballer kan meemaken. Dat en dat dan nog op die toneel is, met al die camera's erop, dat is echt wel brutaal. Dat is wel zielig. Ja, wel, twee opvallende wijzigingen in de basis zelf. Ja. Geertruida en Malen. Allebei niet verwacht, om eerlijk te zijn. En ook, zeker Malen speelde een zwakke wedstrijd. Oké, die on-goal vergroot dat effect ook nog wel, maar hij miste daarvoor ook een grote kans. En Geertruida ook, hè. Zeker de eerste helft, ook echt niet goed genoeg. En als je dan Dumfries en Frimpong hebt, alle twee op de bank, toch twee rechtsachters die echt op Europese top spelen, mag je wel zeggen, met Leverkusen en Inter, dan creëer je wel je eigen probleem als dat niet werkt. Want ja, natuurlijk gaat iedereen zeggen, hoe kan dit, als je die twee spelers op de bank hebt. Dus ja. Jij wist mij te vertellen, Sam, dat Geertruida nog toen hem jong was met Wijnaldum op de foto was gegaan. Ik heb hem teruggezocht. Prachtig. Dat zorgt dat hij nu start de één op de bank en speelt Geertruida. Prachtig. Maar ja, het heeft misschien niet zo heel veel voor Nederland gedaan. Ja, hij heeft, de tweede helft heeft hij hem als inverted wingback laten spelen en toen ging het beter. Hè. Het lag ook niet aan hem, hè? Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik vind net spelers als Van Dijk moeten die ploeg toch dragen. Ake ook. Dat zijn de mannen. En Memphis Depay toch ook weer. Dat zijn de spelers die maakt moeten doen. Maakt wel een wereldgoal, hè? De Depay was doet één goede actie, ja. Hè? Ja. Allee, nee, misschien iets meer. Ik ben, allee, ja. Nee, dat is waar. Je moet hem wel zo afwerken, hè. Daar en Weghorst doet het daar ook echt wel zeer goed. Maar ja, ik ben, ja. Het sprankelt niet of zo bij Oranje. Het valt ook heel ze zich twee keer terug in de wedstrijd knokken wel, hè? Ja, voilà, dus, exact. Ja, maar het is ergens wel dubbel. Oostenrijk drie keren. Dus nee, maar ook bijvoorbeeld, ze winnen in XG, Nederland. Ze hebben veel meer touches in de 16 meter. Ze hebben meer balbezit. En toch had je het gevoel dat Oostenrijk een idee had, een plan had. En dat bij Nederland wel allemaal eilandjes zijn die denken dat ze de wedstrijd wel kunnen gaan omzetten naar hun hand. En bij Oostenrijk hadden we allemaal het gevoel, wauw, die spelen echt als een ploeg. Daar zit een idee achter. En ik vind wel dat gevoel gerechtvaardigd is, ondanks die statistieken. Rangnick verandert ook heel veel en dat werkt wel. En Koeman verandert en dat werkt niet. Allee, als je Laimer en Baumgartner op de bank kunt zetten... Ah, wel, ja, dat vond ik ook opvallend. En je kan die nog brengen. Ja, die Baumgartner die beslist eigenlijk nog mee de wedstrijd, hè, met die assist. Dus, allee, die Rangnick, echt kudos. Ja, want was Oostenrijk dan goed en of Oranje zwak? Ik denk Oostenrijk wel goed, hoor. Denk het ook. Ja. Als je die Pras ziet spelen op de linkerkant, ja. Die was gewoon beter dan Malen. Die was beter dan Geertruida. Het middenveld werd, met Grilic en hoe heet hij, die tweede man van Bologna ook. Seidler. Die waren gewoon... Seiwald. Die waren gewoon de baas van Schouten en Veerman. En dan natuurlijk Sabitzer. Ja, ik ben een enorme fan van Sabitzer. De manier waarop hij die goal beweegt. De 2-3. Ja, shit, heel mooi. Want jullie hadden bij Malen ook de hele tijd Nigel de Jong-vibes. Ja. Compleet. Dat kan toch niet alleen eens zijn? Nee, ik denk dat er velen met ons datzelfde gedacht hebben, ja. Gakpo al twee keer gescoord. Ook nu weer dodelijk efficiënt, maar... In de match misschien toch te weinig. Ja, hij heeft nogal een toernooi gehad dat hij er een paar heeft ingeramd op net dezelfde wijze. En toen heeft hij een transfer verdiend. Ik vind het wel bizar dat verdedigers daar niet beter op ingesteld zijn. Maar op zich maakt het ook niet zoveel uit, zolang het hem goals maakt. Ja, maar die gast heeft één voet. Die kan enkel mee. Ja. Dus je weet dat hij naar binnen komt. Je weet dat hij naar binnen komt. Bij Luke Bacchio, hè, die heeft dat ook. Hij trapt niet meer links. Nee. Hij zet zelfs voor me rechts. Ja. Wat dat dan totaal uit het toneel schiet. Dus, buitenkant je voet, met rechts. Ja? Ja. Pak tegen voet, oké. Ja, Maar daarom was het ook echt slecht verdedigd bij die goal. Dus je weet dat dat het enige is wat hij kan. Dat vond ik toch ook die... wel. Dat was heel doorzichtig dat hij dat doet. Ik vind dat ook echt iets te gemakkelijk. Ja, vind ik ook, maar bon. Ja, de verdediging van Nederland laat toch wel steken vallen. Ja. Op het internet zijn ze er ook weer streng voor. Ik had deze foto gezien.
Kaas met gaatjes, leuke dingen voor hen. Ze lopen achteruit, hè? Ze lopen achteruit. Ja, en dit filmpje deed mij ook een beetje denken hoe dat die stoort met de mes. Oh, het is eigenlijk een beetje de verdediging. Ga maar door. Ja, dat is in orde. Het zijn de stewards van Standaard, denk ik. Ja. Dat was een beetje het gevoel dat ik kreeg bij de Nederlandse verdediging. En op een gegeven moment staan ze achter, denk ik, 2-1, 65e minuut. En gaat Koeman wisselen, haalt hij Reinders eraf voor Wijnaldum. Maar op dat moment heeft hij op de bank zitten Weghorst, Zierikzee, Frimpong, Brobby. En dan doe je Wijnaldum voor Reinders. Heel raar. Dat getuigt toch van weinig lef. Ik vraag me af of we de Depay volgende match aan de aftrap zien. Oh, dat zeiden we toch voor vandaag ook al. Ja. Ja, zijn eerste match was al echt dramatisch. Als je dan daarnet in de samenvatting zag hoe dat hij die bal... ja, echt totaal... Ja. Dus ik zou ook wel... Zierikzee of zo, dat is wel... Dat toch? Is fris. Ja, het zal wel. Ik zou dat super graag willen zien. Als je dan toch van Gakpo uw belangrijkste aanvaller wil maken, uw golenmaker, dan denk ik dat hij perfect met Zierikzee zou kunnen spelen. Ik denk dat ook. En Simons ook, denk ik. Nederland moet nu in de volgende ronde tegen Engeland, Spanje of misschien België. Begint er maar aan, hè. Geef ze maar aan ons, toch? Ja, graag. Hey. Ja, zin in. Krijgen we een wedstrijd voor de eeuwigheid, denk ik. De andere wedstrijd om 6 uur was Frankrijk-Polen. 1-1. Mbappé aan de aftrap. Ja. Had ik niet verwacht. Met masker. Ik denk toch dat dat te maken heeft om hem een matchritme te geven. Simpel. Want ik denk dat hij misschien liever zou opsparen, hoor. Ik denk dat hij echt niet fijn speelt. Hij trok het ook altijd af vanaf dat er gefloten werd. Dat spel even stil lag, zette hij dat masker af. Dus dat lijkt me toch heel onaangenaam met de voetbal. Deed hem dat ook in het spel? Ik heb enkel hij heeft dat nu 1 keer afgetrokken. Ah, okay. Ja. Ik had enkel bij de 4 gezien en ik dacht, dat is misschien voor de foto gewoon. Exact toch? My thoughts. Exactly my thoughts. Dat is gewoon van die scoort en die gaat dan het publiek en die wil dan foto's zonder zijn. Maar ik zou het denken doen met het masker. Ah, ja, dat zag ik ook denken. Als je bijvoorbeeld deze muur hier ziet en je denkt, oké, binnen een paar jaar, wat gaan ze dan op de muur zitten? Dan is het toch dat masker. Ja. Maar ik denk dat er dan ook misschien op andere momenten ook voldoende foto's worden getrokken dan omdat dan... Dat is waar. Maar ja, ik weet het niet, ja. Nee, je hebt gelijk. Ik vind... Het was wel opvallend dat hem het zo uittrok. Ja. Ik vind het wel jammer dat het gewoon een zwart masker is. Het was zo op internet, wat kan hem allemaal aandoen? Iedereen ging er loos op. Het is wel markant dat dus de Donatello Teenage Mutant Ninja Turtle vergelijking altijd... En dat dan uitgerekend hij met zo'n masker. Dus eigenlijk had hij gewoon een oranje masker moeten opzetten. Dat had vet geweest. Ja, maar klopt. Ja, bon, dat klopt natuurlijk niet. Frankrijk was wel beter in het spel dan de voorbije matchen. Ja, maar toch veel te weinig, Sam, zegt. Deschamps en Southgate. Boring, hè? Allemaal, ja. Alle twee heel saai gewoon. Het is, ik vind het echt... Geen energie in, zit geen dynamiek. Probeer er ook maar iets van te maken, natuurlijk. Nee, maar ik word fysiek echt kwaad van Deschamps. Ja. Van dat spel, van die ploeg, wat hij daarmee brengt. Dat is toch, allee, dat is toch echt te weinig. Het is geen zwarte vivre. Zonde, vooral omdat wij allemaal weten dat die weer heel ver gaan geraken. Dat is dan wel het tweede, hè? Ja, maar die spelen vandaag gelijk tegen een van, volgens mij, misschien zelfs de zwakste ploeg op heel het toernooi. Gelijk, hè? En het is niet dat de twee vorige matchen zo fantastisch waren. Ook gelijk, hè? Dus dat tegen Nederland ook gelijk. De Sean zegt dan op de persconferentie, ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. Ja, kom op, jong. Die bekijken dat echt super zakelijk. Hè. Dat doen ze toch wel echt 3 toernooien lang. Is dus ook een beetje en uiteindelijk winnen ze dan. Ja, dat boeit hun geen. Dat is het Real Madrid van de Champions League. Ja, exact. Hetzelfde type ploeg. Zo. Ja, toch ruzie krijgen met een paar spelers op die bank. Ja, zo'n goede voetballers. Hij heeft 3 finales wel, hè. Dat is toch, ook zo. Zeg dat niet. Dat is. Ja, maar het is... Ja, Allee, hierna vindt hij toch nooit nog een job. Die kan alleen maar bondscoach van Frankrijk zijn. Toch? Maar hoe welke, is hij ook welke club gaat hij pakken en zeggen, daar gaan we op bouwen? Dat is zo eendimensionaal, één dingetje doen. Er zit niks passie en liefde in. Ja, misschien een Italiaanse bodemploeg die er wil inblijven in de Serie A, maar... Oh, dat is sowieso een Premier League ploeg dat hij een kans geeft. Sowieso. Ik denk dat er heel veel ploegen zijn die de show kan geven. Als hij het EK wint, dan is hij een van de beste bondscoaches ooit. Ja, maar wil je die bij Manchester United? Ja, voilà, dat zou typisch zijn. Ja, wil toch? Je dat? Nee. Hoewel een keer een goed resultaat misschien ook welkom is. Ook een opvallend moment bij de penalty van Polen. Bij Lewandowski. Oh ja. Wat een baas. 2 keer. Juist hetzelfde. Juist hetzelfde. Ongelooflijk. Maar die tweede was... Net ietsje beter dan de eerste. Paal binnen, prachtig. Zou je dat dan doen omdat je denkt, de keeper gaat nooit denken dat ik hetzelfde doe? Ja, ik denk dat wel. Dat kan. Maar dat is eerlijk, dat sprongeske. Ja.
Kijk, maar het is toch wel baas om het twee keer te doen? Ja, maar ik snap het absoluut. En het is baas. En het is, je kunt hem niet beter trappen dan dat hem trapt. Ja. Paal binnen. Het is fantastisch. En het is het getuigt van veel ballen om het dan een tweede keer te doen. Ja. Maar hoezo? Allee, dat zal dan ook fysica zijn. En dat zal dan ook mijn uitleg aan. Jij zet dat dan toch zoeken ongetwijfeld. Fysica. Nog steeds. Allee, bedoel, hoezo trapte zo'n penalty? Ja. Dat moet je mij eens uitleggen. Alles aan de voetballer Mathieu Therijn doet me denken dat jij ook wel zo'n zou doen. Ik ben all about show. Hè? Show is mijn leven. Maar een penalty loopt er gewoon aan en stampt er binnen. Punt. Dat springtje en dat domske... Nee. Absoluut niet. Jij bent wel fan van de gouden shirts van de refs? Ja. Waarom? Ik vind het iets oldschool. Ik vind het... Ik kan het wel pruimen, ja. Het heeft wel vintage... Om het dan in de deconfiture-metafoor te blijven. Nee, maar dat oldschool volg ik je zo. Ik vind dat wel. Eind vind jaren tachtig, zo... ja? Die vibes. Jij zei daarnet, het heeft zo wat... Oldschool, Romeinse, Italiaanse... Ja. Ja, ik weet niet wie het zei. Oldschool en Rome, what's not to like? Iemand zei bij ons onlangs Ferrero Rocher. Ik denk dat het Leroy was. Ja, dat ook. What's not to like? En het blinkt zo wat. En niet van het zweet, het is echt een blinkend stofje. Ja, het is niet zo erg als die van ons. Ik vind het wel iets hebben. Ik ben nog niet overtuigd. Er is alleszins ook een nieuwe regel, dit EK. Wel opvallend. Alleen de aanvoerder mag met de ref spreken. Ja, ja. En het werkt wel. Ik vind je moet er eens op letten. Dat wist ik zelf niet. Ik vind dat er veel nieuwe regels zijn eigenlijk die wel goed marcheren. Ook met de buitenspel. En dat gaat allemaal veel beter vooruit. En inderdaad, zo ene speler die dan van... Maar dat gaat toch niet beter vooruit? De vind dat wel? Dat ligt toch vaak keilang stil? Ik vind dat als je het vergelijkt met de matchen die dan... En dan zo een goal vieren en dan toch de teleurstelling na een goal te vieren. Ik vind dat maar dat is toch veel compacter dan bijvoorbeeld als je keek, als het nu gewoon Jupiler Pro League was... laatste match, Cercle Club Brugge. Hoe lang dat duurde voordat... Oké, er ging heel de competitie vanaf. Ja, dat is echt... Oké, I know. Maar er waren toch veel momenten... Het laatste moment dat vers in mijn geheugen zit. Maar het gaat toch allemaal veel vlotter. Die lijn wordt getrokken. En, de beslissingen worden juister genomen, maar de matchen liggen toch vaak stil. En je wordt toch een beetje uit het ritme gezogen of zo, vind ik ook, van die match. Ja, missen jullie uitleg van de VAR? Zo, dat je gewoon zou horen van dit is wat er gebeurd is. Ik heb dat nu gezien bij Amerika. Ah, wel, in de MLS doen ze dat, ik heb het bij. Bij MLS, ja. Het gebeurt als volgt. Oh, dat mag in Amerika blijven van mij. Dit is heel jammer. Review, was no offside offense. Geen offside, zegt hij, maar... Het is een bokswedstrijd. Dus hij gaat eigenlijk van... Hij is eerst heel blij, geen offside, en dan tegen heel het stadion die tegen hem is. However! En dan begint hem... Het is wel entertaining, vind ik. Ja. Heeft ook iets Romeins, vind ik. Ja. En het opent carrière-mogelijkheden voor Gringo. Zo met die hand. Het was geen buitenspel. En nu komt het... Het was wel Dat is wel mooi. En laten we die pauze. Het was geen buitenspel. Maar het was fout. Te prachtig gedaan, dit. Ja. Polen heeft ook altijd goede keepers. Het was nu al een derde. Ja. Toch? Ja. Ik vond dat wel ook opvallend. Het was wel heel goed. Man van de wedstrijd, toch? Nee? Denk ik ook. We hebben zijn naam veruit het meeste vernoemd in heel die wedstrijd. Ja, omdat we niet zo goed konden onthouden. Ik moet ook... Skorupski. 8 saves heeft hij gedaan. Wow. Toch chic? Ja, en bij Frankrijk waren het er 2, waarvan dan 1 die penalty zal geweest zijn. Nee, was heel goed. En hij kreeg... Het was een soort oeuvreprijs die hij kreeg van de bondscoach, dat hij mocht meedoen. Wel mooi, hè? Ja. Ik vind dat wel een mooie... Als je dan zo goed gekiept hebt, denk je toch... Ja, bondscoach, hallo. We liggen er al uit en nu mag ik spelen. Maar Chesney was ook heel goed. Chesney is ook een zeer goede keeper, natuurlijk. Weinig druk ook, dat hij voelde. En een bangelijke naam, hè. Skorupski. Goed, we moeten hem nog één keer uit voor een onderbreking. Wat ik me afvraag, er zijn veel atleten die graag muzikant willen zijn. Zijn jullie ook muzikanten die eigenlijk liever atleet hadden willen zijn als je er talent voor had? Ik zou doodgraag voetballer geweest zijn. Ja? Doodgraag. Ik ook. Of tennisser, ben ik ook heel graag geweest. Jij zou een goede tennisser zijn. Ja, ik kan ook goed tennissen. Ik ben veel te klein voor een goede tennisser. Jawel, je ziet het echt. Jawel. Wat? Goeie look voor een tennisser, vind ik. Agassi, hoe groot was die? Als je groot bent, kun je veel beter opslagen en zo. Je bent veel sterker dan net. En, grootte Michael is Chang. Wel... Michael Chang was ook vrij klein. En Agassi ook.
Ja. Volgens mij was actie inderdaad niet zo'n groot, inderdaad. Nee. Ik had heel graag voetballer geweest, ja. Ik ken veel voetballers die graag muzikanten zijn. Ja, wel, ik ken er ook. Ik weet, en bij NBA Dries bijvoorbeeld. Dries zei ik ook altijd van... want ik zat met hem in een auto voor een programma van Sergio. En toen, daar ging het er toen over. Van, ik zou heel graag voetballer zijn. En hij zei, ja, ik zou heel graag muzikant zijn. Ah, ja. Maar ik vind dat leuk, omdat je sport alle dagen. Er is routine in je leven. Je hebt een lijf. En je hebt een lijf waar dat je een kathedraal op kunt bouwen. Ik bedoel, ja, ik zou... Ja, all about being voetballer, ja, zeker. Ik heb daar wel iets op gevonden voor u. Zeg eens. Ik heb gehoord dat een paar van jullie liedjes, dat daar eigenlijk zinnen in zijn die eigenlijk wel al op voetballiedjes lijken. Dus ik heb een kleine karaoke voorbereid. Ah, dat vind ik goed, dit. En het gaat als volgt. Dus ik ga een zin, een situatie eigenlijk uit de voetbal, dit EK, zeggen. En het antwoord daarop is een van jullie lyrics. Okay. Dus misschien ga je ze zelf benieuwd. Weten. Ik ben ook super en als je benieuwd. Ze niet zelf weet, dan is het leuk dat we ze zingen. Het is eigenlijk een beetje karaoke. I love karaoke. Oké, dus we zijn klaar voor de eerste. Yeah. Die gaat als volgt. Wat zegt Witzel als je hem vraagt waarom Tedesco hem in godsnaam oproept als hij toch niet gaat spelen? Dat is wel moeilijk, ze dit. Wat zegt hij dan? Oh, het is het niet waard. Ik ben te oud om te weten. Wauw, oké, okay, goeie hadden we wel okay, moeten weten. Oké, we zijn weten, mee eigenlijk. Met het, dus nu snappen we het concept. Ja, wat we moeten weten. Oké, okay, de volgende. Mbappé wanneer hij een penalty gaat scoren. Het is een beetje een moeilijke. Wat hebben we al over hem gezegd? Ik denk binnen een masker van ons eigen nummers aan het denken van wel. Is mijn masker? Het heeft er een beetje mee te maken. Hey. Neus gebroken? Het is te moeilijk. Deze is te moeilijk. Het is... Waar zou het licht zijn? Hij ziet het niet. Dat is echt heel moeilijk. Jullie mogen ook zingen, mijn dank. Het licht zijn, wat uit. Ja, maar het is wel goed dat je geeft. Het was wel juist. Oké, okay, de volgende is misschien iets makkelijker. Ik na de eerste match van de Belgen. Het is het niet waard dat ik het onthoud. Ook een hele goeie, ik heb getwijfeld. Maar ik ben voor deze gegaan. Ik wil vergeten. Wie kent, als de mensen het zinnetje niet kennen? Dat is onderweg. Ja, nee? Ja, Oei. Wil verhuizen. Ze weg van hier. Jullie zijn heel slecht in jullie eigen ja, ja, absoluut. Dit is lang geleden duur van bazaar hier. Ik heb er nog twee. Deze leek erop, maar ik kon het niet laten liggen. Toen ik de opstelling van België-Slowakije zag, een kwartier voor afluiten. Het is het niet waar dat ik het ontrouw? Weer bijna, waar? En dat is heel maar ja, bon, dat is zoveel vragen. Dat kan alles zijn. Ja, ik heb gelijk. Dit is zo moeilijk. De laatste, ik ga het gewoon zeggen, want het gaat denk ik te moeilijk zijn. Foden en Bellingham tegen elkaar op het veld. Ik moet nu eerlijk zeggen, ik heb de PowerPoint al gemaakt voor de match van Engeland. Ja. Het klopt misschien niet meer helemaal, maar ik vond het toch passen. Het is opnieuw dezelfde vraag. Hoe komt het toe dat wij naast elkaar verloren zijn? Mooi. Dat is mooi. Dat is zo poëtisch. Mooi. Ja, ja. Dank u, dank u. Ja, het zijn jullie liedjes, hè? Dus ja, ja, maar dit is zo gedecontextualiseerd. Dat het heel moeilijk is om überhaupt iets vast te pakken. Maar zeer goed gedaan. Gelieven hier wel bij de volgende CD rekening mee te houden. Hè? Absoluut. Ja, okay. Absoluut. Jullie hebben gewoon al jullie eigen EK-lied gemaakt. Wij moeten het niet meer vragen. Goed. Goed, hè? Ja. Treden jullie soms op in voetbalshirts eigenlijk? In voetbalshirts? Ja. Ik ben wel echt volledig fan van oldschool voetbalshirts. De maat van mij heeft... ik ga even een shout-out doen, Storio Calcio. Die verkoopt oude voetbalshirts. En ik ben ik heb nu... Het laatste dat ik heb aangekocht was een keepershirt van Japan uit 96. Maar wij volledig in de vlammen. We hebben dezelfde bron voor shirts. En dan stuur ik die bron. Ik wil dat shirt. Mathieu heeft het al gekocht. Ah, dat is mij al twee keer overkomen. Hè. Vreselijk. Ik denk ook een van Manchester United. Nee, United heb ik niet gekocht. Ah, dat was Joris Brijs. Juventus. Juve heb ik wel gekocht, ja. Echt. Ja, love Juve. Maar het is wel een beperkte collectie dan nog. Ja, ik heb een heel cool shirt van Arsenal. Dat van Japan. En dat van Juve. Maar het is net begonnen, het is nog pril. Maar ik ben wel... Nostalgie is een dingetje. En dat vind ik zo nice dat dat dan in voetbalshirts... Ik heb wel eens een shirtje gekregen van jou. Ja. Maar dat was van het WK. Maar dat was een scheidsrechtershirt. Ja, maar dat was zo...
rozig paars. Waarom? En die saturatie op de tv, dat we op aan het kijken waren, stond vrij hoog. We waren de Champions League aan het kijken. Afgrijzelijke, lelijke kleur. En jij hebt dat toen gewoon besteld. Ik had dat besteld voor je vrijdag, juist. Ja. Nu moet ik dat gouden nog voor op het podium, hè, want goud, dan is de cirkel rond. Hè, om op je vraag te antwoorden. Helemaal klaar. Let's go. Morgen de Rode Duivels tegen Oekraïne. Ik heb er zin in. Winnen, ik hè? Ook. Toch? Zeker. We hebben geen keuze. Ja, moet, hè? Ja. Moet de eerste worden, hè? Kom aan. Dat gaan we toch gewoon, dat gaan we toch gewoon pakken. Moet de groepswinnaar worden, hè? Met 3-6, raar om te zeggen, maar het is de eerste echte test, denk ik, qua spelniveau. Ja? Ja. Echt wel. Oekraïne is echt veel beter dan we nu denken. Het is wel jammer, want tegen Slowakije hebben we al verloren. Ja, maar nu maak je mij bang, maar toch wel nodig. België is... Heeft qua elftal veel betere spelers dan Oekraïne. Maar ik denk dat we Oekraïne een beetje aan het onderschatten zijn, omdat we denken 3-0 tegen Roemenië. Maar daar zijn wel veel verhalen rond waar die 3-0 wat overdreven was. Dat is zeker waar, maar als we spelen zoals in de eerste helft van de vorige match, dan... Ja, bam, gewoon kansen afmaken. Voilà. We hebben zoveel kansen eigenlijk die vorige match gekregen, maar Lukaku, we werken gewoon alle niks drie zijn disallowed goals gaan ze allemaal maken. Ja, nu. Voilà. Hij wordt topscorer van dit EK. Dat is exact wat we moeten doen. Die druk naar voren. Hun zwakste punt is hun verdediging. Dus als we spelen zoals we in de eerste helft speelden, gaan we sowieso kansen krijgen. Mm-hmm. Wie verwachten jullie in de plaats van Luke Bakio? Toen werd het stil. Ja, goede vraag, Sam. Het is mijn eerste. Deel 3. Nee, dat wordt wel een belangrijke, omdat die flank bij de Oekraïners ook heel belangrijk is, omdat Zinchenko daar nu wat de vrije baan krijgt en Mudryk naar binnen komt. Dus die rechtsbuiten gaat ofwel vaak 2-1 komen in aanvallend opzicht, maar moet misschien ook wel mee met Zinchenko. Dus dat is een moeilijke keuze. Hè. Maar ik denk... Ik zou Bakayoko iemand zetten. Anders overwegen Bakayoko, dan Trossard? Ja, Bakayoko. En Zinchenko in zijn rug pijn doen. Hop. Ik zou het durven doen, want die is zeker te pakken, maar ik denk dat hij Trossard gaat zetten. Ik zou ook Trossard kiezen. Ik denk ik ook Trossard. Ik vind ook dat Trossard wel... gewoon echt absoluut ook een basisplaats verdient gewoon. Ja, maar vorige match was wel echt heel slecht. Maar zelfs dat, ik vind dat allee, zoals Doku buiten kijf staat, vind ik dat Trossard even hard buiten kijf, dat gewoon basisplaatsen zijn. Maar ja, snelheid zonder bal, diepgang, hebben we wel nodig. En, ja, maar okay, en dat had Luke Bakio wel? Ja, ergens wel, vind ik, ja. Ja, ergens wel. Knoen maar ook Kastanje ook wel, hè. Maar Kastanje veel minder ook gevaarlijk dan bijvoorbeeld een Trossard, nee, toch? Kastanje was eigenlijk zonder bal misschien de man met de meeste meters. En Trossard... Ja, die heeft zijn gat van onze lijf gelopen, Kastanje. Ja, voilà. Er was trouwens veel te doen over dat interview van Trossard zijn vader. Ja. Maar ik heb nu een shotcast gehoord. Blijkbaar heeft hij geen goede relatie meer met zijn vader. Nee. Dus kon hij er zeker niks aan doen. Ik vind dat wel erg. Ja. Want een goede waarom geeft hij dan een interview over uw zoon, over zo'n interview? Ja. De vraag. Nog iets opvallend. Het is dezelfde VAR als tegen Slowakije. Ja. Mag toch eigenlijk niet? Nee. Want die was tegen ons, hè? Ja, die was niet leuk, hè? Nee, amai. Ik hoop dan dat UEFA de hensbal van Openda goed bestudeerd heeft en dat zij het eens waren met die VAR. Want anders is het helemaal raar. Klopt. Bibi, neemt jij er ons team van het EK bij? Ja, maar ik wil eerst nog iets klein zeggen. Ik ga morgen naar de Duivels, dus ik heb er heel veel zin in. Maar het gaat niet alleen over mezelf. Ik heb ook van Leroy een filmpje doorgekregen, want de meneer Leroy, onze andere sidekick, als jullie hem niet zouden kennen, die is al in... Die heeft je niet terug, hè? Duitsland. Nu, het zit zo, ik heb hem uitgedaagd, voor de luisteraars die het niet zouden weten, om op het EK... over een tafel te glijden in zijn blote bast. Okay. En hij heeft een filmpje gestuurd waarin hij de uitdaging is aangegaan. Ik stel voor dat we samen kijken om te zien of het goed genoeg is. Hier gaan we. Hij is dus al daar, hij is naar de match van Engeland. Kijk eens. Ik denk dat is dat hij... Leroy. Ja, hij dat is onherkenbaar. Leroy. Oeh, dat ziet er mij gevaarlijk uit. Oh. Oh. Hey. Wat een jong. Wat een lessen. Ik wil niet weten in welke toestand dat Leroy op dit moment is, want hij is ook naar de match van Engeland geweest. Dit is al meer dan ik wou weten. Ja, ik ben heel fier op hem. Dus ik vrees dat er mij morgen ook iets te wachten staat. Ik vind het wel goed gekeurd. Het is wel geslaagd. Het is wel geslaagd. Het is wel sliding into the weekend like a boss. Ik ga mijn best mogen doen om dat te evenaren. Maar we gaan naar het team van het EK. Ja. Jullie kennen het concept. Dit is het team van het EK tot nog toe. Jullie mogen elk één speler eruit halen en één speler die jullie vandaag hebben gezien of als jullie willen van het algemene toernooi er in de plaats inzetten. Mathieu, we zullen beginnen bij jou. Ja, ik
zou voor die keeper willen kiezen. Of voor Marcel Sabitzer. Ja. Maar wie doen we daar dan uit? Dan moet je gaan. Ja, Verbrugge was vandaag niet top, hè? Ja, maar nee, ik bedoel... Ik zou Verbrugge eruit doen. De keeper van... wat was het? Skorupski. Ja, Skorupski. Ik was weer zijn naam vergeten. Ja. Die zou ik willen wisselen. Of Sabitzer voor... Ik zou dan Gunnar gaan kiezen, want Modric mag daar toch niet uit. Die is al naar huis. Dat is ja, ja, wel, ja, nee, hij mag niet spelen. Hij mag niet meer spelen. Hij mag eigenlijk niet meer op dat veld staan. Valt ook iets voor te zeggen. Allee, maar ja, de Kuiper heeft dagen in onze ploeg gestaan. Ja, dus. Ja oké. Okay. Ik zal Sabitzer in de plaats van Modric, maar het doet wel een beetje pijn. Okay. Ja. Ja. Hij was ook man van de match. Maar ja, Wijan en Gundogan wil er dan toch niet uithalen, kom aan. Ja. Nee, goede keuze. Rare keuze. Rare keuze. Skorupski doet me zo wat denken aan de Poolse verantwoordelijke van Gelamco. Kan ze dit iets zien? Ja, dus Skorupski, hè? Jij gaat... Ja, okay, ja. Verbrugge. Mooi. Mooi. Dat is vriendschap, hè? Elkaar aanvullen. Ja, dus als je nog eens 3 kwartier te vullen hebt, dan kunnen we daar ook onze boeken wel eens over open doen. Diep. Voilà. Goed. Ik heb niks meer. Ik weet niet of jij nog iets hebt, Ever. Ja, ik kijk zo uit naar België morgen, want och, ik als ook... wij... Je hebt mij bang gemaakt nu wel, ja, met dat Oekraïne-gedoe. Ja, kijk... Als we groepswinnaar worden, wat wel belangrijk is, we groepswinnaar worden, dan ligt de weg open naar de halve finale. Je hebt het hier eerst gehoord. Oeh, wacht. Want wie hebben we dan? Ja, dan pakken we Hongarije, Slovenië of Nederland. En daarna Tsjechië of Turkije tegen Oostenrijk. Dus Oostenrijk pakt in de kwartfinale. Ah, kom op. Dat zijn allemaal landen waarvan we kunnen winnen. Dus we moeten er alles aan doen dat we winnen. En Slowakije mag niet winnen. Want als dat gebeurt, dan spelen we tegen Frankrijk. Waar is Jan Uzay als je hem nodig hebt? We roepen hem op. Kom op. Goed, heren. Dikke merci. Kom je het heel graag gedaan. Altijd fijn. Heel leuk. Zijn. Heel leuk. Voilà. Aan de kijkers en luisteraars, morgen zijn we er terug. En dan komt Gilles de Koster en Rick Verheijen. Tot dan. Bye.